Assalamualaikum mensen en welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag niet alleen. Ik deel de studio gezellig met Aminanta. Zij komt uit Guinea. Hoi. Eerste keer dat ik iemand uit Guinea heb gesproken. Hou op. Maar daar komen jullie natuurlijk niet voor. Jullie komen natuurlijk voor het verlovingsfeestverhaal. Ten eerste wil ik jullie nogmaals bedanken voor al jullie lieve reacties die ik allemaal heb gekregen onder mijn video's. Alle felicitaties. Ook op straat heel veel mensen. Zelfs boys, hè, waarvan je niet verwacht. Gewoon boys met gouden tand en alles. Die komen naar je toe. Die zeggen van, hey bro, gefeliciteerd man. Ik heb het gezien man. Liefde man, sterk man bro. Je bent echt, man, strijder man. Dus dat waardeer ik sowieso allemaal. Al jullie reacties. Dank jullie wel daarvoor. Het verlovingsfeestverhaal. Nou. Als je de handvraging video nog niet hebt gezien, zou ik wel eerst even aanraden om die te gaan checken. Dus check die eerst, want dat is het proces dus geweest hiervoor. En daarna komen we uiteindelijk bij het verlovingsfeest. Nou, handvraging is geweest, handvraging is gebeurd, dat is allemaal geregeld. En dan komt op een gegeven moment het moment van, oké, wanneer wil je het verlovingsfeest gaan doen? Of verloving überhaupt, zeg maar, wanneer wil je gaan verloven? Nou, ik zeg dan altijd van, mij maakt niet uit, hè? Dat in het verhaal hiervoor vertelde ik van, jij moet alles zeg maar makkelijk laten lijken. Voor jou kan alles. Voor jou kan alles. Het is zoiets belangrijks. Je kan al die dingen opzij zetten. En dat is ook voor die schoonfamilie wat fijner. Wanneer de andere familie bij zichzelf zegt van, ja, maakt mij niet uit. We kijken jullie maar. Dat is gewoon veel makkelijker dan ze zeggen van, nou, misschien niet daar. Misschien dan volgende week. Misschien die week daarop. Of nee, oh nee, die woensdag kan ik niet. Want dan heb ik... Nee, gewoon zeggen van, wanneer jullie willen, kan ik ook. Mijn verlovingsfeest. Volgens mij staat het erin of niet. Oh nee, staat niet erin. Volgens mij de 24ste van maart. Mensen, ik ben slecht met datums. Ja, ik vergeet af en toe mijn eigen verjaardag. Dus wat moet je daarvoor regelen? Ten eerste, je kan het zelf doen. Je kan het zelf invullen. Dus als jij bij jezelf zegt van, ik wil het gewoon lekker klein houden. Gewoon lekker bij mij thuis, bij familie. Er is gewoon ruimte. Ik nodig mijn familie uit. Eigenlijk is het gewoon een soort van bijeenkomst voor de familie. Voor mensen die dicht bij jou staan. Zodat zij weten van, oké. Die twee die gaan dus binnen nu en zoveel tijd gaan zij dus trouwen. Zij zijn dus samen. Daar is eigenlijk de verloving voor. Nou is het zo met Marokkanen. Dat Marokkanen hele grote families hebben. Dus je wilt het wel thuis doen. Maar het past gewoon niet. En ik heb letterlijk voor mijn verlovingsfeest. En ik heb alleen familie uitgenodigd. Alleen familie. Geen vrienden. Vrienden heb ik bewaard. Ik zeg luister. Bruiloft. Zijn jullie welkom. Maar de verloving. Alsjeblieft, voor mij en mijn portemonnee, rustig aan. Alleen familie. Maar voor mijn familie alleen al, tenminste twee families bij elkaar, zaten we al op 100 personen. Dus 100 personen, ja zij lacht hè, ik vind het grappig hè. Maar ken je ook wel, in Guinea is ook wel altijd veel hè. Heel veel familie hè. Volop hè. 3 dagen feest, dat bedoel ik. 100 man, oké. 100 man moeten eten en 100 man moeten ergens plaats hebben om te kunnen zitten. Nou is het zo dat de schoonvader van mij, die heeft een mooie locatie bij hun ook in de buurt. Dus die heeft een hele mooie locatie geregeld, een mooi zaaltje. Want bij ons is natuurlijk mannen en vrouwen is apart. Dus dat zijn eigenlijk twee zaaltjes, helemaal van elkaar afgescheiden. Ze gaan naar binnen en het is gelijk die daar en die daar. Heel simpel. Voor de mannen genoeg ruimte, tafels, perfect. En voor de dames genoeg ruimte, tafels, perfect. Locatie was niet heel duur. Je kan ook gewoon buurthuizen kan je daarvoor gebruiken. De scholen bijvoorbeeld die bieden ook vaak hun locatie aan om daar een verlovingsfeest te houden. Dus je moet even checken bij jou in de buurt waar het is, waar het makkelijk is. Nou, schoonvader heeft dus een locatie geregeld. Locatie kostte uit mijn hoofd 300 euro. 300 euro. 300 zoveel euro. Ik zeg expres de prijzen bij zodat jullie een beetje een indicatie hebben van oké. Nou, zoveel kan ik dus kwijt zijn aan een zaaltje. En zoals ik al zei, het is één grote zaal, maar twee aparte zalen voor de mannen en de vrouwen. En ze hebben een keuken, dus daar moet je ook nog mee rekening houden als je een catering hebt en al die dingen. Het ligt eraan hoeveel familie je hebt. Als je zegt, voor mijn verlovingsfeest wil ik 500 man, ja. Dan moet je echt naar een grote zaal gaan en dan ben je natuurlijk duizenden euro's kwijt. Dan heb je te maken met het eten. Eten kan je ook weer zelf invullen. Als jij zegt bij jezelf van, oké, ik wil gewoon wat geld besparen op eten, kan je zelf al het eten inkopen. Je hebt een speciale vrouw, een soort van kokkin, of een man, kan natuurlijk ook, die dat eten voor jou dan die dag daarvoor gaat klaarmaken. Dus die dag daarvoor gaan ze volop bezig zijn met salades, met kip, met allemaal van dat soort soorten eten. Kost heel veel moeite, kost jou ook heel veel moeite, dus je moet wel wat meer moeite instoppen, maar je bent wel wat minder geld kwijt. Kijk, ik ben zo iemand van, ik betaal liever wat meer
dan, en dat het goed geregeld wordt, dan dat ik zeg maar iets minder kwijt ben. Je weet toch wat te zeggen, goedkoop is duurkoop. Nou, dat heb ik heel vaak in mijn leven meegemaakt met mezelf. Dan van nee, ik ga toch iets goedkoper kiezen. En uiteindelijk is het veel duurder uitgekomen en veel meer hoofdpijn en veel meer stress. En dan betaalde je gewoon liever extra dan al die gezeik te hebben. Dus daardoor heb ik gewoon een catering genomen. Wel een mooie prijsje gekregen. Nog steeds wel een beetje duur, in totaal was ik 2800 euro kwijt voor 100 man. Ja, is duur hè? Dat is een Marokkaanse bruiloft, eten is het duurste. Oh my god. Ja, of verloving dan. 2800 euro was ik kwijt. En dan zit je ongeveer, dus 28 euro zit je per persoon. Ben je dan ongeveer kwijt. Maar ik zal even wat foto's ondertussen door het beeld laten gaan. Zodat jij kan checken van oké, nou dit is dus ongeveer wat we te eten hebben gekregen. Het scheen dus heel luxe te zijn en heel uitgebreid en heel dinges. Mij maakt niet uit. Ik vind dat de rol van de man is dit. De rol van de man is dit. Dame mag bepalen wat zij wilt. Natuurlijk wel binnen de grenzen. Dus jij moet als man zijnde heel duidelijk aangeven van oké, luister. Dit en dit kan en dit en dit kan en zus en zo. Dus je gaat naar die catering toe en dan heb je een afspraak. Hè? Dan laat die catering zien van nou, we kunnen dit maken, we kunnen zus maken, we kunnen zo maken. En dan heb je een hele keuzelijst en dan maken ze een keuze. En dan zegt ze van oké, is goed. Nou, de prijs ga je dan binnenkort van ons krijgen. En dan ga je waarschijnlijk weer langs daar naartoe om de prijs te bespreken en al die dingen. Wat ik doe, ik laat de dame bepalen. Wat wil je eten? Wat denk jij? Want ik heb er geen verstand van. Gewoon heel simpel. Kijk, als jij als man zijnde in de catering werkt en je hebt er verstand van, dan is het een ander verhaal. Ik heb er absoluut 0,0 verstand van. Ik weet niet wat gebruikelijk is. Ik weet niet wat lekker is. Dus daarom, zij mag lekker bepalen wat ze wil. Al die dingen moet je bespreken. Tot aan drinken wat geserveerd moet worden. Toetje wat er gaat komen. Gewoon alles moet je eigenlijk bespreken. Je moet alles tot in de detail hebben besproken. En als dat allemaal geregeld is, nou, dan moet die catering natuurlijk ook die dag alles gewoon goed regelen. En dan moet het helemaal goed komen. Eigenlijk moet je een bepaalde persoon daarvoor inhuren. Ik weet, heb je even de naam kwijt daarvoor. Die dingen allemaal gaat regelen op de dag zelf. Dus iemand die erbij staat, die zegt van oké, dit. En meestal is het zo dat die caterings zo iemand hebben, zo'n manager. Dus een vloermanager die dit regelt, het volgende wat erbij komt kijken is, hoeft natuurlijk niet. Ik zeg toch, alles wat ik nu hier zeg, dat is gewoon, ja, jij moet kijken of je daar wat mee wil doen, ja of nee. Die catering had bijvoorbeeld ook decoratie. Dus heel die zaal was gedecoreerd met allerlei mooie dingen. Ook natuurlijk, kost ook natuurlijk een prijsje. Ik weet eerlijk gezegd, volgens mij hebben we een combinatieprijs gekregen van decoratie en die dingen. Dus dan scheelt het ook weer wat. Ik heb echt geen idee meer, mensen. Ik weet toch, man. Hallo, klaar. Geen stress, geen hoofdpijn. Heel makkelijk. Bruidsbank. Je zou denken van, waar heb ik dat in godsnaam voor nodig? Ik zit met mijn verloofde wel gewoon op een krukje. Ik weet het ook niet, maar zoals ik al zei, dame. Laat me een tip geven voor de man. Hè. Een relatie, en het is meer dan een relatie, het is een leven wat je samen gaat leven. Het is geven en nemen. Dus af en toe is het geven, af en toe neem je weer wat. En ik denk gewoon dat het makkelijkste is, en ook gewoon om jouw huwelijk goed te beginnen, is om niet te veel in discussie te gaan. Dat mag je lekker laten doen wanneer je 50 jaar bent en je zit op de bank. Mijn mami thuis niet goed, mijn eten is niet goed, dan mag je dan lekker doen. Maar nu, begin van het huwelijk moet gewoon goed gaan. Dus daarom ben ik ook gewoon heel makkelijk met die dingen. Bruidsbank, geen probleem, regelen we een bruidsbank. Geregeld via Imaans Decorations, dus dikke SO naar hun. Zij hebben een hele mooie bruidsbank voor mij geregeld. Dikke SO naar hun, ik zal even een linkje plaatsen in de beschrijving. Kan je even bij hun checken, want ze hebben hele mooie banken. En het is niet duur, het is echt, ja, het is... Misschien voor mensen die er geen verstand van hebben, die denken van oké, zoveel voor een bank, voor één dag, ja, dat zijn de prijzen. Maar geloof me, het valt echt reuze mee en het ziet er gewoon super mooi uit. Ik heb het zelf niet eens opgemerkt, maar voor de dames en al die dingen die daar komen, die zien dat allemaal. Die zien die bruidsbank, die zien al die decoraties. Wij mannen, wij hebben daar geen oog voor. Ja, misschien mannen zoals ik al zei, die in die business zitten, dat is een ander verhaal. Maar de simpele man, ik beschrijf mij toch mijzelf als de simpele man, ik zie dat allemaal niet. Nou, dan is alles geregeld. Dan heb je eten, je hebt locatie, je hebt mooie decoratie, dus alles ziet er mooi uit. Je hebt iemand die bij de binnenkomst zegt van, nou hier, melk en een dadel. Alles heb je eigenlijk wel zo'n beetje geregeld. Oh ja, wacht. Ring. Verlovingsringen. Nou heb ik ergens gehoord van dat het niet verplicht is om te doen, maar het is misschien mooi, bijvoorbeeld bij die van ons dan. Dus zeg maar, die eerste ring, die kan je dan later aanvullen met de andere ring, met de trouwring. Dat je zeg maar een soort van twee ringen hebt. Niet, ik natuurlijk niet, maar zij dan.
En een goede locatie waar je mooie ringen kan krijgen voor een goede prijs, maar dan ga ik je zo meteen even disclaimer bij je vertellen, is in Antwerpen. Antwerpen, in de Jodenbuurt, om het even zo te noemen, Diamantenbuurt. Daar zitten heel veel van die juweliers in één straat. Volop, misschien 100 juweliers, allemaal naast elkaar. En dan zou je bij jezelf denken van ja, waarom ga ik naar die juwelier als die juwelier? Je moet echt een dagje daarvoor uitnemen. Dus je moet een dagje daar naartoe gaan. Je moet kijken bij elke winkel wat ze hebben, wat ze bieden en wat de prijs is. En na me je een tip geven, neem nooit de allereerste prijs. Alles valt over te onderhandelen. Alles, letterlijk alles. En ook een belangrijk iets is, heel veel van die juweliers daar, die verkopen ook, ze zeggen van het is deze diamant, terwijl het iets heel anders is. Een rotzooi steentje, dus daar moet je ook bij gaan. Dus je moet echt wel naar een goeie gaan. Ik ben gegaan naar Antwerpen Or. Volgens mij dat zit op een hoekje. Ik ben echt 100 juweliers langs geweest. En bij deze had ik echt ook een goed gevoel. Dus je moet ook naar je gevoel luisteren. Ik had een goed gevoel. Mooie prijs geonderhandeld. En deze man was gewoon goud eerlijk. En dan heb ik deze twee ringen voor een mooi prijsje meegenomen. Zoals ik allemaal heb gezegd. Al die dingen, zo hebben wij het gedaan, zo heb ik het gedaan. Het betekent natuurlijk niet dat jij het zo hoeft te doen. Jij moet natuurlijk gewoon jouw eigen invulling doen. Kijk wat jij wilt. Hè? Al die keuzes die ik heb gegeven, dat zijn allemaal keuzes die je voor jezelf moet maken. Ligt helemaal aan jou. En je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Dus als jij zegt van ik wil dit en ik wil dat. Nou, dat kan allemaal. Alleen ja, dit moet natuurlijk ook. En heb je het ervoor over? Je weet toch, je kan dit hebben, maar de vraag is ook van wil je het wel daaraan spenderen? Het is allemaal aan jou, dat laat ik lekker aan jou over. Tip, regel het ruim van tevoren. Dus op het moment dat je weet van oké, dit is de datum, ga dan al meteen met caterings in gesprek. Ga niet bij de eerste cater al meteen zeggen van ja, doe maar. Bij meerdere moet je in gesprek gaan, bij meerdere moet je een beetje gaan bepalen van oké, zus en zo. Meerdere zalen checken, meerdere locaties checken. En het kost zeker tijd, ja. Maar ja, als je iets leuks wil hebben en een bijeenkomst met al je familie erbij en al die dingen, moet je dit natuurlijk ruim van tevoren regelen. Dit was mijn verhaal. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. In de toekomst ga ik nog meer van dit soort dingen doen. Maar dan ga ik er wat dieper op in op andere dingen. Dat komt allemaal wel in de toekomst. Gaat helemaal goed komen, joh. Voor de rest wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Of blij dan? Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Lach je mijn pauw uit? Ja. Wauw.